Voorzitter, de belangrijkste vraag die voor ligt is: welke conclusies trekt de minister aan de hand van het rapport? De opdrachtgever van dit onderzoek is het ministerie geweest en ik heb dat altijd vreemd gevonden. Ik had graag gezien dat de Kamer opdrachtgever was. Tweede onderdeel wat hier vreemd aan is, voorzitter, is dat er conclusies niet worden getrokken. Er is gevraagd om feitelijke constateringen. En voorzitter, ik vind dat ook vreemd. Ik vind dat een externe organisatie die daartoe gemachtigd is langs de normering kan vertellen wat hier nou goed of fout is gegaan. Maar goed, ik vraag het dan maar aan de minister, want ik ben er echt heel benieuwd naar. Welke conclusies trekt de minister? Voorzitter, integer handelen, dat is het juiste doen als er niemand kijkt. En ik heb van jongs af aan geleerd. In mijn vorige rol was ik plaatsvervangend directeur en mijn laatste rol was het reorganiseren van de inkoop bij het Rijksvastgoedbedrijf. En met 160 inkopers werkten we elke dag aan het op een juiste wijze besteden van het belastinggeld. Maar de vraag die altijd voor ligt, voorzitter, is: als ik nou iets aan het doen ben wat morgen in de krant zou staan, kan ik dat dan uitleggen? Dat was voor mij altijd de leidraad. Ik ben met iets bezig en stel het staat vandaag in de krant. Kan ik het dan uitleggen? Voor mij, en ik bied het de collega's ook aan en uiteraard ook iedereen die daar gebruik van wil maken. Maar voorzitter, is dit nou netwerkcorruptie? Is dit een uit de hand gelopen vriendendienst? Een ijverige en ijdele en naïeve minister die verblind werd door beeldvorming? Nou, het is in ieder geval mosterd naar een maaltijd. Voorzitter, anderhalf jaar geleden hebben we een maaltijd genuttigd. En nu komt men niet, en ik kijk hier even naar het rapport, men komt niet met mosterd, maar men komt met een mosterdfabriek. En voorzitter, dat is eigenlijk gewoon niet te hachelen. Laat ik dat maar gewoon zeggen. Het is gewoon niet te eten. Ik heb eens even teruggekeken, voorzitter. Victor Lustig wist tweemaal de Eiffeltoren te verkopen. Gewoon iemand die in het verleden mensen heeft opgelicht. Christophe Thierry Rockefeller verkocht met een neptestament een gebouw in Parijs voor 1,4 miljoen euro. Was niet eens eigenaar van. En voorzitter, ik vind dat de mondkapjes in meerdere opzichten een vermelding verdienen in het Guinness Book of Records. Met 100 miljoen euro voor waardeloze mondkapjes, de duurste mondkapjes ooit. We kunnen ze gebruiken voor het aansteken van een kachel, dan leveren ze nog wat warmte. Maar ik denk dat dat volgens de stikstofnormen ook niet meer mag. 100 miljoen euro, voorzitter, is de duurste vriendendienst die ooit van de ene CDA voor de ander is gedaan. En 100 miljoen euro is het hoogste bedrag ooit in opdracht van de minister uitgegeven om de eigen beeldvorming te beschermen. En het is een succesvolle zwendel. En eerlijk gezegd, voorzitter, als ik een tip mag geven aan het ministerie, dan zou ik zeggen: verkoop de rechten aan Netflix als film, of nog beter, als een achtdelige serie. En ik denk aan een soort politieke Tindler, Swindler. Want hoe krijg je het voor elkaar, voorzitter? En ik zie Siewert hier ook in de zaal zitten. Hoe krijg je het voor elkaar? En ik zie een regisseur als de vingers daarbij aflikken. Een knaap van 30 die nog nooit een persoonlijke beschermingsmiddel van dichtbij had gezien. Laat staan wist wat een mondkapje deed. Met 0 euro eigen risico. 0 euro eigen geld. Een waardeloos product dat niet voldeed aan de kwaliteitseisen. Vervolgens inderdaad weggestuurd bij de mensen die er verstand van hadden. Nou ja, voorzitter, dat is gewoon, dat wordt een hit. En ik denk dat dat serieus een mooie manier is om nog wat geld terug te halen. Ik zou het tegen de minister zeggen: verkoop het als u de rechten heeft. En voorzitter, Siewert zou dat geld onder de armen verdelen. Wij wisten alleen niet dat dat 5 miljoen onder zijn linkerarm en 5 miljoen onder zijn rechterarm. Dat wisten wij niet van tevoren. Deze transactie van 100 miljoen had nooit gemogen en normaal gesproken nooit gekund. En voorzitter, ik zal me verder niet uitlaten over Siewert en die andere corona-cashers. Maar ik noem ze toch even, want ik denk dat ze dat vervelend vinden. Bert Damme en Camille van Gestel, alias de motmaskermisleiders. Want op de eerste plaats gaat dit debat niet zozeer over wat zij gedaan hebben. Mijn ervaring is dat er elke dag mensen zijn die proberen van de overheid te pikken. Dat gebeurt echt elke dag. Mensen komen met voorstellen richting de overheid, maar daar zijn we normaal gesproken tegen beschermd. De tweede plaats, voorzitter, is er natuurlijk een strafrechtelijk onderzoek gaande naar Siewert en zijn partners in Krijn. Dus die laten wij. Maar dat hij droomde van miljoenen euro's, voorzitter, dat is op zich niet gek. Dat doen heel veel mensen. Dat hij wist dat hij als CDA'er een andere CDA'er kende, dat was ook zo. En hij moest een product hebben dat hij aan die goedgelovige CDA-makker kwijt kon. En hij dacht, ja, dan worden het maar mondkapjes. Ik denk als hij had gezegd, Hugo, ik heb 100 miljoen ooglapjes,
Dan had Hugo ook wel gehad. Maar hij koos voor de mondkapjes. En voorzitter, hij negeerde de goede integriteitsregels, Hugo de Jonge. En hij heeft dat gewoon geregeld. Want goede vrienden, die stellen elkaar geen moeilijke vragen. Zij vertrouwen elkaar. Ook als betrokken ambtenaren van het bedrijf Medic, onder protest, ik heb dat echt zelden meegemaakt, onder protest staat in de stukken, hebben ze de orde getekend. Als die zeggen niet doen, zei Hugo, die zei halleluja. Het landelijk consortium zei niet doen, Hugo zei halleluja. Zelfs toen duidelijk werd dat het helemaal niet non-for-profit was, zei Hugo halleluja. En hij stond klaar voor zijn mede-CDA'er. En voorzitter, dit is wel een bijzondere vorm van naastenliefde. Het is overigens bekend dat Hugo het vanaf het begin af aan zag zitten in Siewert. Ze zaten samen in de commissie die het CDA-verkiezingsprogramma moest schrijven. En een stap die Hugo de Jonge echt toejuichde. Na afloop zei hij over een stuk wat Siewert had geschreven. Knap geschreven. Goed dat je bij ons in de club zit. Leuk dat je ons joint. Voorzitter, het was ergens rond 10 maart. Sterker nog, op 11 maart nodigde hij hem ook uit op zijn ministerie. Om even kennis maken. En het leidde tot grote enthousiasme tussen beide heren. En voorzitter, dat is best raar. Heeft Hugo de Jonge nou nooit gedacht dat dit verdacht zou kunnen zijn? En waarom hebben wij die informatie niet gekregen al bij het debat van 6 april? Toen het ook ging over de mondkapjes. Ik denk dat als iemand anders dan Hugo daar gestaan had, dan was het gewoon nooit gelukt. Niemand in de zaal die oprecht denkt dat Siewert 100 miljoen euro had gekregen als Hugo niet op die post had gezeten. Siewert wist, en ik zie hem een beetje glimlachen, wist wat hij deed. Hij wist bij wie het die deed. En hij wist ook wat pijn deed bij Hugo. Dat wist hij. En hij kon die illusie zo mooi neerleggen door te feinzen alsof hij alles binnen een oogwenk kon regelen. Alsof hij daarna heel veel invloed in de media had. Alsof anderen klaarstonden om het te kopen als het ministerie het niet kocht. En voorzitter, dat allemaal is op zich niet relevant. Want je zou kunnen zeggen, ach, het waren moeilijke tijden. We hadden een crisis. We moesten wel. En juist het gebruik van vrienden maakt soms dat je een probleem oplost. Maar voorzitter, wat mij echt gestoord heeft en wat ik niet acceptabel vind, dat is het gedrag van de minister en van VWS. Voorzitter, wat mij gestoord heeft, is de reactie van de minister en van VWS. En ik zie daarin hetzelfde wat we altijd zagen. Eerst ontkennen. We hebben niets mee te maken. Voorzitter, een jaar lang hield hij vol, het is niet mijn portefeuille, op video tegen het AD. En dat had hij nou op één moment moeten zeggen. Op één moment was dat cruciaal geweest. Toen Siewert van Liende hem contactte, had hij moeten zeggen, dit is niet mijn portefeuille. Voorzitter, dat was het moment. Niet als je op een gegeven moment betrapt wordt. Dus eerst lang bewust informatie achterhouden, WOP-verzoeken negeren, belastinggeld spenderen om journalisten te betalen, terwijl die gewoon een informatierecht zouden moeten hebben. En als het dan niet allemaal lukt, dan proberen het geheel zo klein mogelijk te maken. En tenslotte, voorzitter, omdraaien. We zien dat Rutte ook vaak doen. Heeft hij goed afgekeken, Hugo de Jonge is. Als je dan volledig betrapt bent en moet toegeven, dan zegt hij, ja, ik heb uit respect voor de Kamer ben ik zo open mogelijk geweest. Voorzitter, een grotere trap na kun je mij als Kamerlid gewoon niet geven. Schaamteloos. Echt schaamteloos. Voorzitter, we hebben 2% van het chatverkeer openbaar gemaakt gezien. 2%. Ik ben benieuwd wat er nog meer is. Ik ben benieuwd of die 98% nog ooit komt. Ik vraag mij af wat dat gaat opleveren. Gaat dat 5 jaar duren? 10 jaar duren? Hoe lang gaan we er nog over debatteren? En voorzitter, krijgen we nou ook stukken die we kunnen lezen? Want dat 60% zwartlakken of witlakken, ik vind dat zo ingewikkeld lezen. Ik zou niet weten wat we eraan hebben. Het lijkt wel of we daarmee gewoon meer mist opwerpen. Het is moeilijker leesbaar en het is ook gewoon moeilijker om conclusies te trekken. Ik heb nog een aantal vragen die niet beantwoord zijn. Waarom vindt de hoge ambtenaar het heel erg dat de geheime deal op straat is komen te liggen? Waarom eigenlijk? Want ze wordt er bijna gek van als ze zegt, het is van onze kant nooit de bedoeling geweest om daar transparant over te zijn. Dit had niet naar buiten moeten komen. Waarom eigenlijk? Waarom heeft de belastingbetaler geen recht om dit te weten? Het is immers zijn en haar geld. Waarom heeft de minister nou heel lang geclassificeerd als, ik heb niets te maken met deze deal? Het heeft me ongelooflijk gestort. Het wordt dan zo'n wedstrijdje over woorden. Ja, ik ben niet betrokken bij het contract. Dat is een beetje zijn interpretatie. Bewust heel klein maken zijn rol.
Voorzitter, het is de minister die aan den Dungen opdracht heeft gegeven om te knuffelen. Van Rijn was kritisch, wilde niet. Waarom deelde de Jong met Van Rijn het nieuwe voorstel van Siewert? Dus als je dan zegt, het is niet mijn portefeuille, ik heb niets mee te maken, waarom ga je dan nog meer proberen afzet te genereren voor Siewert? Waarom? Hij zegt zelf, het is gek dat we, als ze 120 miljoen kunnen leveren, waarom nemen we dan maar 40 miljoen af? Waarop Van Rijn zegt, ja, maar ja, dit slaat al nergens op, zegt hij. Hij heeft een grote deal gekregen. Er zijn betere leveranciers tegen betere kwaliteit. En bovendien heeft hij helemaal geen ervaring met productie. Kan de minister uitleggen waarom dat zou gebeuren? Voorzitter, ja, dan wordt hij ook nog als dank voor die order, die totaal niet had gemogen, blijft Siewert van Linden nog negatief doen over het LCH. Dus de beeldvorming die men dacht gekocht te hebben, die was er ook niet. Waarom is Hugo de Jonge zo bezorgd over die beeldvorming? Waarom bemoeit een minister zich direct met het professionele consortium die de taak eigenlijk heeft? En voorzitter, die deal had natuurlijk nooit naar buiten mogen komen. Maar Siewert voelde zich zo onaantastbaar en zo machtig, voorzitter, dat hij eiste eigenlijk van de minister dat ze loyaal mee zouden verdedigen. Moet je je voorstellen, hè? Een leverancier die een slecht product levert, tussen alles door 100 miljoen euro krijgt, schathemeltje rijk wordt. Vervolgens komt dat uit dat dat nogal een rare deal is. En dan zegt hij tegen de minister, ja, jullie moeten me nog beter beschermen. Want dan, als jullie dat nou zeggen, zegt hij tegen Tamara van Ark en Hugo de Jonge, dan sluit ik me erbij aan. He? Dus ik. En dan is mijn straatje ook schoon. Ja, voorzitter, dat is echt het leiderschap van een natte bijzettafel op drie poten na een regenachtige maandagavond. Als je betrapt wordt, meteen zeg het ligt niet aan mij. Kijk, Hugo de Jonge en Siewert die kennen elkaar en worden op hetzelfde moment lid van de verkiezingscampagne van de verkiezingscommissie van het CDA. Hij nodigt hem uit, voorzitter. En waarom is dat zo lang weggehouden? Waarom is er pas vanaf 15 maart informatie gedeeld? En ik denk omdat Hugo wist dat dat natuurlijk nogal cruciaal was. En zo, voorzitter, kunnen we gewoon onze taak als controleur van de bewindspersonen gewoon niet uitvoeren. En eerst, dat is ook zoiets, het VWS wist eerst niet en daarna wel dat er een deal gemaakt werd. Eerst voldeed die deal aan alle voorwaarden. Men wist niet dat ze met een commercieel bedrijf hadden te maken hadden. Vervolgens werd dat weer gewijzigd. Mevrouw van Ark zei, dat is een prima deal. Ze zei, een prima product voor een prima prijs. Maar had minister de Jonge in de eerste plaats niet meer afstand moeten houden van iemand die hij persoonlijk kende, persoonlijk had uitgenodigd en waar hij samen in een commissie mee zat? Voorzitter, ik wil nog even terug naar een conclusie uit het rapport Ongekend Onrecht. De commissie die constateerde dat transparantie, openheid en volledigheid in de praktijk niet de leidende principes zijn bij de beantwoording van Kamervragen. Het opstellen van Kamerbrieven, het reageren op WOP-verzoeken en het samenstellen van dossiers voor rechtszaken. De grondwet, de wet op de parlementaire enquête 2008, de wet openbaarheid van bestuur en de algemene wet bestuursrecht bevatten heldere bepalingen en bedoelingen. Desondanks was de informatievoorziening, zo blijkt uit onderzoek van de commissie, in meerdere malen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten, resulterend in het slechts gedeeltelijk vertraagd of niet verstrekken van informatie. En voorzitter, er is beterschap beloofd, want dit is nogal hard, hè? Er is gewoon beterschap beloofd. Ik zie het in de praktijk gewoon niet. Het is precies hetzelfde. En vervolgens zegt de minister de Jonge, dus als dit al gebeurt, dan zegt minister de Jonge, na het debat de vorige keer, zegt hij, ik vind dat er in de Tweede Kamer te makkelijk ruimte wordt gemaakt voor wantrouwen en twijfels over iemands integriteit. Ja, voorzitter, het is echt de wereld op zijn kop. Wereld op zijn kop. Ik zal afronden, voorzitter. Kijk, we hebben er niet veel aan en ik heb geen illusies, want ik denk dat coalitiepartners die zullen alles afdekken. Dus ik heb niet de illusie wat ik graag zou willen. En ik steun de motie van wantrouwen. Ik vind hem terecht. Ik heb hem de vorige keer gesteund. Toen werd hij ingediend door de PvdA. Maar voorzitter, als we nog één ding kunnen doen, dan zou ik zeggen, laten we een standbeeld maken van Siewert, inclusief die 100 miljoen zo onder zijn armen. En dat zetten we bij de ministeries neer. Recht voor de ingang van elk ministerie waar Hugo de Jonge minister is of komt voor overleg. Een standbeeld opdat wij nooit vergeten hoe de CDA Hugo de Jonge, de CDA Siewert van Linden, een vriendendienst bewees die de belastingbetaler 100 miljoen euro heeft gekost. Een standbeeld opdat wij nooit vergeten hoe gruwelijk mis het kan gaan wanneer ministers de signalen van professionals negeren. Een standbeeld opdat wij nooit vergeten dat er elke dag mensen zijn die graag rijk willen worden over de rug van de belastingbetaler. En opdat wij nooit het gemak vergeten waarmee de integriteitsregels zijn gebroken.
Dank u wel.